Welkom bij de kennisclip van SagaBase. Deze kennisclip gaat over kennismanagement. Kennismanagement is belangrijk omdat kennis die niet kan worden gecommuniceerd of gedeeld met anderen, is vrijwel nutteloos. Kennis wordt nuttig en bruikbaar wanneer het binnen de onderneming wordt gedeeld. In deze kennisclip geven wij antwoorden op de hoofdvragen 1. Wat is de rol van kennismanagement en kennismanagementprogramma's in bedrijven? 2. Welke type systemen worden gebruikt voor enterprise-breed kennismanagement? En wat is de waarde ervan voor bedrijven? 3. Wat zijn de belangrijkste typen kennismanagementsystemen? En wat is de waarde ervan voor het bedrijfsleven? 4. Wat zijn de voordelen voor een organisatie van het gebruik van intelligente technieken voor kennismanagement? Eerste vraag. Wat is de rol van kennismanagement en kennismanagementprogramma's in bedrijven? Kennismanagement bestaat uit een reeks processen binnen een bedrijf die zijn ontwikkeld voor het creëren, opslaan, overdragen en toepassen van kennis. Kennismanagement verhoogt het vermogen van bedrijven om te leren van de omgeving en om de kennis te benutten voor bedrijfsprocessen. Kennismanagementprogramma's bestaan uit het verzamelen van alle relevante kennis en ervaringen binnen de bedrijven en deze beschikbaar te maken waar en wanneer het nodig is om bedrijfsprocessen en managementbeslissingen te ondersteunen. De drie belangrijkste categorieën managementsystemen zijn enterprise-brede kennismanagementsystemen, kennismanagementsystemen voor medewerkers, intelligente technieken. En dit wordt later in deze clip nog uitgelegd. Vraag 2. Welke type systemen worden gebruikt voor enterprise-breed kennismanagement en wat is de waarde ervan voor bedrijven? Enterprise-brede kennismanagementsystemen zijn bedrijfsbrede systemen die voor algemene doeleinden gebruikt worden, zoals het verzamelen, opslaan, verspreiden en toepassen van digitale content. De twee type systemen die worden gebruikt voor enterprise-breed kennismanagement zijn Enterprise Content Management Systemen en kennisnetwerksystemen. De Enterprise Content Management Systemen bieden databases en programma's voor het ordenen en opslaan van gestructureerde documenten en programma's voor het ordenen en opslaan van semi-gestructureerde kennis. De waarde van dit type systeem zit in het managen van zowel gestructureerde als ongestructureerde kennis. Gestructureerde kennis bestaat uit formele documenten en formele regels. En bij ongestructureerde kennis moet je denken aan bijvoorbeeld informatie in folders, e-mails, afbeeldingen, memo's, etc. Kennisnetwerksystemen zijn online databases voor het lokaliseren van medewerkers binnen de onderneming met speciale expertise. De waarde van kennisnetwerksystemen zit in de mogelijkheid om verborgen kennis te benutten. Vraag 3. Wat zijn de belangrijkste typen kennismanagementsystemen en wat is de waarde ervan voor het bedrijfsleven? Kennismanagementsystemen voor de individuele kenniswerker is waarde toevoegend voor het bedrijfsleven, omdat deze gespecialiseerde systemen de kenniswerkers helpen met het creëren van nieuwe kennis en ervoor zorgt dat deze kennis op de juiste manier in het bedrijf geïntegreerd wordt. De belangrijkste typen kennismanagementsystemen zijn computer-aided design, virtual reality systemen en investeringswerkstations. Als eerste de computer-aided design, ook wel afgekort als CAD. Dit is een informatiesysteem dat de creatie en bewerking van ontwerpen automatiseert door middel van geavanceerde grafische software. De waarde van CAD zit in de mogelijkheden om tijd en geld te besparen in de ontwerp- en fabricatiekosten. De tijd en geld wordt bespaard zodat bij CAD het ontwerp op de computer gemakkelijk getest en gewijzigd kan worden. Zodoende hoeft alleen tegen het einde van het ontwerpproces een fysiek prototype te worden gemaakt. Het tweede type is virtual reality systemen. Dit is een interactieve grafische software en hardware die computersimulaties maakt. De waarde van virtual reality systemen zit in de realistische computersimulaties. Deze simulaties bieden meer waarde dan de simulaties van het CAD-systeem doordat het zoveel op de werkelijkheid lijkt dat gebruikers bijna geloven dat ze zich in een echt bestaande situatie bevinden.
Om helemaal op te gaan in de wereld die de computer creëert, is het echter wel vereist om bepaalde attributen aan te schaffen, zoals sensoren, luidsprekers, handschoenen en een bril. Maar op het plaatje is ook te zien dat de jongen een bril draagt. Derde type is investeringswerkstations. Werkstations die een breed scala aan gegevens uit zowel interne als externe bronnen bevatten. Onder deze gegevens kan worden verstaan contactgegevens, real-time en historische marktgegevens en onderzoeksrapporten. De waarde van investeringswerkstations zit in de vele financiële gegevens die beschikbaar zijn en de snelheid waarmee deze gegevens geanalyseerd kunnen worden. Zodoende kan het gehele investeringsproces gestroomlijnd worden. Vraag 4. Wat zijn de voordelen voor een organisatie van het gebruik van intelligente technieken voor kennismanagement? Het voordeel van kunstmatige intelligentie is dat het diverse technieken biedt die organisaties kunnen gebruiken om individuele en collectieve kennis vast te leggen en hun kennisbank uit te breiden. De diverse technieken met ieder hun eigen voordelen. Zijn 1. Expertsystemen, een techniek voor het verzamelen van verborgen kennis in een zeer specifiek en gelimiteerd domein van menselijke expertise. Deze systemen verzamelen de kennis van ervaren medewerkers in de vorm van een verzameling regels in een softwaresysteem, die door anderen in de organisatie kan worden gebruikt. 2. Case-based redeneringen. Bij case-based redeneringen gaat het om beschrijvingen en ervaringen uit het verleden van menselijke specialisten, die in de vorm van cases worden opgeslagen in een database. Deze gegevens kunnen later worden opgevraagd wanneer de gebruiker een nieuwe case met vergelijkbare kenmerken tegenkomt. Het voordeel is dat het systeem zoekt naar opgeslagen cases met probleemkarakteristieken die lijken op die van een nieuwe probleem. Zodoende zoekt het systeem zelf naar de beste benadering om het probleem op te lossen en past dit vervolgens toe op de nieuwe case. Derde techniek is fuzzy logic systemen. Fuzzy logic is een op regels gebaseerde technologie die een dergelijke onnauwkeurigheid kan representeren. Dit wordt gedaan door een bepaald fenomeen of proces met woorden te beschrijven en die beschrijving vervolgens te representeren door een klein aantal flexibele regels. Fuzzy logic is perfect voor het creëren van softwaresystemen die verborgen kennis verzamelen, waarbij er sprake is van een taalkundige dubbelzinnigheid. Het vierde, neurale netwerken. Neurale netwerken worden gebruikt voor het oplossen van ingewikkelde, slecht begrepen problemen waarvoor grote hoeveelheden gegevens zijn verzameld. Het voordeel is dat deze techniek patronen en relaties kan ontdekken uit een zeer grote hoeveelheden gegevens die te gecompliceerd en te moeilijk zijn om door mensen te worden geanalyseerd. Neurale netwerken worden vaak gebruikt in de wetenschap, geneeskunde en het bedrijfsleven om patronen te herkennen. Genetische algoritmen. Genetische algoritmen biedt waarde in de zoektocht naar de optimale oplossing voor een specifiek probleem. Het voordeel van deze methode is dat er onderzoek wordt gedaan naar een groot aantal mogelijke oplossingen om zo spoedig mogelijk tot de beste oplossing te komen. Hybride artificial intelligence systemen. Genetische algoritmen, fuzzy logic, neurale technieken en expertsystemen geïntegreerd tot één toepassing die de beste eigenschappen van deze technologieën benut, heet hybride artificial intelligence systemen. Het bundelen van meerdere technieken heeft als voordeel dat er meer kennis op de juiste manier wordt opgeslagen en verspreid. Tot slot zijn er nog intelligent agents. Intelligent agents kunnen routinetaken automatiseren om bedrijven te ondersteunen bij het zoeken naar en het filteren van informatie. Het voordeel hiervan is dat de gebruiker sneller en gemakkelijker aan informatie komt waar hij of zij echt belang bij heeft.